Welkom terug bij Van Dient Live. Nederlanders houden van korting en van koopjes. Zo hebben we het prijzencircus, we hebben de hamsterweken... en dit jaar voor het laatste legendarische drie dwaze dagen. Maar in de Verenigde Staten hebben ze Black Friday. En dat is nou echt koopjesjagen to the max. De dag na Thanksgiving is misschien wel dé belangrijkste dag voor de Amerikaanse consument. Aanstaande vrijdag is het Black Friday. Een dag waar Amerikanen hysterisch aankopen doen voor de feestdagen. Aangespoord door krankzinnige aanbiedingen van de grote warenhuizen. Gemiddeld geeft de Amerikaanse consument $800 uit aan de kerstinkopen. Volgens de National Retail Federation zijn deze aankopen goed voor maar liefst 30% van de jaarlijkse omzet. Meer dan eens wordt het vechten geblazen om de laatste televisie en moet de politie ingrijpen. Nou, dat moet goedkoop of een hele mooie tv zijn als je dit ziet. Bij mij aan tafel de Amerikaan James Kennedy. Hij is hoogleraar Nederlandse geschiedenis. En Chantal Riedemans is shopoloog. Klopt, dat is shopoloog. Dat klopt, ja. Is er een geintje en een dronken bij bedacht? Of? Nee. Mijn bedrijf heet Shopology en dat gaat over de wetenschap van het winkelen. En dan was het logisch dat ik een shopoloog was. Even toch aan een Amerikaan vragen. Shopology, dat begrijpen de Amerikanen ook meteen? Onmiddellijk. Die begrijpen het onmiddellijk, ja. Die krankzinnigheid. Als we dit zien, we kennen soms beelden uit Nederland een beetje. Dan dring je voor... Maar dit is extreem. Ja, het is extreem. Ja. Nee, want het gaat natuurlijk om... U heeft het gehoord, $800 per persoon geven ze uit. En wat we ook weten over die Black Friday is dat een kleine helft van de bedragen ook op die dag kunnen worden besteed door de mensen die dan die dag ook gaan winkelen. Dus het gaat om honderden dollars en dan kunnen ze ook honderden dollars gaan sparen. Dus de Amerikanen willen veel uitgeven en het scheelt enorm als ze gewoon de beste koopjes... De Amerikanen? Bent u ook een van die Amerikanen? Nee. Heb u dit ook meegemaakt? Nou, ik ben wel op Black Friday, maar ik vond het altijd een verschrikkelijke dag. Dus ik ben er... maar om dit mee te maken moet je echt heel vroeg aankomen, 5 uur 's ochtends. Waarom vindt u zo'n verschrikkelijke dag? Nou, omdat het gewoon... de reden waarom er ook Black Friday is genoemd... is omdat het verkeer verstopt raakte. Dus het begon als verhaal in Philadelphia. Black Friday is een tijd waar je eigenlijk gewoon nergens naartoe kan... omdat het zo'n druk verkeersperiode is geweest. Omdat iedereen zit te winkelen. Nou, dat vond ik dus ook als probleem. Dat gewoon... je ging naar de mall en het was gewoon duizenden mensen. En, wegduur massaliteiten, kun je je eens bij voorstellen. Ja, precies. Nou, tenzij je op die koopjes uit bent. Die willen het per se. Ja. Is het, hoe beleven de meeste Amerikanen dit? Vinden ze dit ook voor een deel een soort feestdag? Want ze mogen nu lekker uitgeven. Ze krijgen veel voor weinig. Nou, er is natuurlijk wel heel veel mensen die het helemaal niks vinden. Dus dat is gewoon die zijn er. En die zeggen van, het is niet leuk meer. En je hoort die geluiden eigenlijk steeds meer. Gewoon dat is gewoon te druk en dat is gewoon te intens. En daar wil ik gewoon niks mee te maken hebben. Maar ja, inderdaad. Als het gaat echt om, je denkt aan je kinderen. Je denkt aan je kleinkinderen. Je denkt aan je familie. En je wil gewoon, en je wil gewoon echt het beste voor ze hebben. Want zo denken Amerikanen. Ja. Echt, het moet echt mooi zijn. En ze praten erover. Nou, dat is echt een belangrijk incentief om toch wel mee te doen en er uren in de rij voor te wachten totdat de winkels openen. Ja, nou, mooie analyse, maar ook herkenbaar ergens mee in Nederland, of niet, Chantal Riedemann? Shopoloog. Ja, herkenbaar ergens mee met de huishoudbeurs bijvoorbeeld. Weet ik niet. Ja, zou kunnen. Huishoudbeurs, komt dat in de buurt? Of de drie dollardwaarse dagen, voorheen bij de Bijenkorf, prijzencircus, V&D, heeft u gewerkt ook? Ja. Maar dat is toch niet dit, hè? Dat komt niet in de buurt. Hoe komt het dat wij in Nederland niet zo extreem zijn op dit gebied? Ik denk dat het komt door het enorme korting wat gegeven wordt op echt goede producten. Dus het zijn echt hele goede aanbiedingen. En dat is in Nederland al heel lang niet meer van toepassing. Dus we worden doodgegooid met korting week na week, na maand. En dat is eigenlijk al jaren aan de gang. Om die beweging tot stand te krijgen, moet je echt hele goede aanbiedingen creëren. En dat zou vroeger wel zo met prijzen. Zou dit in Nederland ook op deze manier beleefd kunnen worden? Is er een reden voor een bedrijf of een winkel om het ook op deze manier aan te gaan pakken? Ja, ik denk dat waar dat net hiervoor ook even over. Dat kun je niet van de een op de andere dag zomaar creëren. Dit is iets wat gegroeid is en bijna cultureel ook gevoed wordt. Dus dat kun je wel bedenken, maar dan moet je. Eigenlijk ga je gewoon snoeiharde kortingsacties creëren. Nee, cultureel gevoed klinkt heel mooi, maar ik moet even lachen omdat ik weet wat er nu gaat komen. Namelijk, kijk, dat is minder mooi. Er zijn namelijk letterlijk doden gevallen. Het is niet zomaar een verhaal, het is letterlijk gebeurd. Ja. En South Park, een satirisch programma van Comedy Central heeft daar een parodie op gemaakt. Laten we even kijken. Ja. Happy holidays, Brick. And to you, my friend. Ja.
vagina. Ja, South Park is dan echt van de harde zitten hier natuurlijk ook. Ja, dit zien. Nou. Maar dat dat gebeurt. Meestal zeggen mensen ook, er moet eerst iets heel ergs gebeuren en dan schaffen we het af. Of dan houden we ermee op. Wat voor impact had dit in Amerika? Nou ja, er is natuurlijk wel een dode gevallen. Een Walmart-medewerker die is doodgetrapt. Gewoon omdat hij bij de deur stond toen het opende. En er zijn natuurlijk ook gevechten, mensen die elkaar doodschieten. Ik denk niet dat het gaat om enorme getallen. Het gaat wel, denk ik, over een man of 10. Dat is natuurlijk voor elk geval een tragisch geval. Maar het is wel... Mensen nemen dat toch wel op de koop toe. Het is wel iets dat... dus in die zin zie ik daar niet echt een kentering in... als het gaat over mensen zeggen van, en nu is het genoeg. Wat we wel kunnen zeggen is dat, dat het toch een beetje minder vorig jaar is geweest. Dat Amerikanen hebben $30 miljard minder uitgegeven... bij Black Friday in 2014, een jaar daarvoor. En hoe komt dat? Nou, ik denk dat een van de factoren zou kunnen zijn online shopping. Dat dat toch wel wat belangrijker is, maar... Interessanter vind ik zelf is een proces of een fenomeen die dat Christmas creep heet. En dat betekent dat het kerstshopping season ook wel langzamer, langer wordt. Dus dat betekent dat mensen eigenlijk nu niet de dag na Thanksgiving, eind november, beginnen met hun kerstshoppen. Maar ze doen dat eigenlijk al midden november of zelfs begin november. En dat betekent dus ook dat winkeliers ook vroeger in het seizoen, ook eerder in november, ook beginnen met het bieden van koopjes. En dat doen ze dan op meervoudige dagen. Dus niet één grote dag, zoals Black Friday, maar ook eigenlijk meerdere dagen in de loop van november en december. Dus dat betekent dat we eigenlijk wat meer verspreid patroon zien dan voorheen. Misschien. Ja, misschien. Is dat in Nederland ook het geval? Want dat heb je toch ook? Dan heb je eerst een pre-sale en dan een sale en dan een echte sale. En weet ik wat, allerlei van die verschillende momenten die je allemaal kunt aangaan. Ja. Is dat verstandig om het zo aan te pakken? Nou, nee. Nee. Je voedt de consument daarmee op dat korting altijd beschikbaar is... als je maar een heel klein beetje moeite doet. En als je de strijd met online retail aan wil gaan... moet je toegevoegde waarde bieden. En dat zit hem niet in korting. Waarin dan wel? Nou, dat zit hem in echt goede persoonlijke aandacht van verkopers. Dat zit hem in inspiratie op de winkelvloer. Dat zit in beleving, in entertainment. Maar beleving, dat vind ik zo'n woord. Ja, wat is beleving dan? Een vreselijk woord. Maar... Wat is het dan, beleving? Ja, dan laten we het een hele positieve, leuke winkelervaring noemen. Ja, een positieve, leuke winkelervaring. Maar daar heb je dus inderdaad het goede personeel voor nodig. Zijn we in Nederland daarvoor geëquipeerd? Zijn we daar goed genoeg in om dat te kunnen? Amerikanen kunnen dat, is geen ander, dat weten we. Ja, een Nederlandse cultuur... Ja, zei, we kennen die. Dat is waar. De Nederlandse cultuur is lastig. De Nederlanders zijn van nature, vind ik, niet heel dienstbaar. Dus we vinden het al lastig om andere mensen te helpen. En er wordt in Nederland schandalig weinig geïnvesteerd in personeel. Het is een kostenpost en geen kapitaal. We houden wel van koopjes, dat is duidelijk. En we nemen veel uit Amerika over. Laten we maar eens even kijken naar dit verhaal. Vanaf vrijdag bij Mediamarkt, Black Friday Cashback. Met giga veel geld terug op topproducten. Vanwege de verwachte drukte gelden aangescherpte huisregels. Zoals pak aanbiedingen uit het schap, niet uit andermans mandje of winkelwagen. Voor de deur slapen in slaapzak of tankjes toegestaan, maar caravans niet. En betreed de winkel niet voor het rolluik volledig omhoog is. Nou ja, goed, je zou kunnen denken, als je bijvoorbeeld Halloween overneemt... dan zou je dit dus ook kunnen overnemen. Is dat denkbaar, dat dit gebeurt, dat dit binnenkort in Nederland... echt op grote schaal wordt geïntroduceerd? Nou, op grote schaal. Ik denk dat Nederlanders nemen heel veel over van de Verenigde Staten. Dat hebben ze sinds eind van de Tweede Wereldoorlog gedaan. Dus Halloween is één daarvan. Je kunt wel allerlei dingen, ook negatieve voorbeelden van... of in het geval van Zwarte Piet misschien minder gaan doen... als gevolg van Amerikaanse denkbeelden daarover. Dus het zijn... maar Nederlanders doen dat wel op een eigen manier. Dat is denk ik heel belangrijk te zeggen. Dus het lijkt dat ze alles klakkeloos overnemen van de Verenigde Staten, maar ze doen het toch wel op hun eigen manier. En ik zou vermoeden ook op eigen schaal. Iets dat dan wel bij hen past en iets dat toch wel niet zo manisch is als wat je in de Verenigde Staten ziet. Nee, dat is in ieder geval toch weer een kleine nuancering die heel belangrijk is hier. Maar kijken we naar die online aanbiedingen. 21 winkels doen het nu in Nederland en het waren er maar 2 het jaar daarvoor. Ik bedoel, is het zeg maar hele kleine verschuiving of zegt u dan van nou, dat echt iets, het begint eraan te komen in Nederland. Nou, het is een mooie aanleiding om weer aandacht te krijgen van de consument. Dus als je zo'n evenement aangrijpt om grootste korting te communiceren... dan krijg je aandacht. Alleen ik vraag me af of het de juiste boodschap is. Zou u zelf ook een keer aan Black Friday mee willen doen? Of hebt u ooit aan meegedaan? Nee, ik sluit me volledig aan. Ik ben de allerslechtste koopjesjager van Nederland. Ik doe er helemaal niet aan mee. Maar we allebei voor goed personeel. Dat is in ieder geval een heel mooi pleidooi. Ik dank jullie beiden...
voor de toelichting. Hartelijk dank. En dit was Van Diemt Live van woensdag 25 november. Morgen zit Hans Wiegel bij mij aan tafel en we praten ook over seks. Tot dan, 10 uur op RTL Z. We'll be right back.